Beste mensen, vrouwen in de overgang, daar wordt vaak wat lacherig over gedaan. Last van opvliegers, zweten als het buiten vriest, tja, hoort erbij, gaat wel weer over. En als zij met de klachten bij een arts aankloppen, dan horen ze ook vaak, gaat wel weer over, alsof het een griepje is. Maar overgangsklachten duren gemiddeld 4 tot 10 jaar. Heel wat anders dan een griepje uitzieken. En soms zijn de klachten licht, maar ze kunnen ook ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld depressieve klachten, gewichtstoename, slapeloosheid. Klachten die een grote impact hebben op de kwaliteit van leven van een grote groep Nederlanders. Want er zitten per jaar 1 miljoen vrouwen in de overgang. En dit zijn ook nog eens veelal werkende vrouwen. Overgangsklachten beïnvloeden het werk, vooral als vrouwen zich schamen of onzeker voelen over hun klachten. In Meppel stuurde thuiszorginstelling De Nieuwe Zorg alle 600 medewerkers op een cursus over de overgang. Ook de mannen. Het resultaat? Het ziekteverzuim onder vrouwen daalde met 30%. Veel vrouwen weten niet dat hun klachten met de overgang te maken hebben. Maar ook bij veel zorgprofessionals is de kennis hierover nog onvoldoende. Weten wanneer klachten bij de overgang horen en wanneer niet, blijkt lastig vast te stellen. Zo worden hartklachten bij vrouwen vaak verward met overgangsklachten, omdat de signalen dat er iets mis is met het hart verschillen tussen mannen en vrouwen. De kennis over de overgang moet dus beter verspreid worden. En daarom is het geweldig dat jullie hier vandaag bij elkaar zijn. Om kennis te delen vanuit verschillende werkvelden. En om elkaar ook te vragen, hoe zorgen we nou dat die kennis nog verder verspreid wordt? Onder zorgprofessionals en onder vrouwen. Ik ben heel benieuwd naar jullie initiatieven.